CARICOM-leiders hebben besloten om tegen maart 2024 het volledige vrij verkeer van personen binnen de regio in te voeren. Suriname steunt dit besluit en heeft ministers belast met de monitoring van de implementatie hiervan. Een intergouvernementele taskforce werkt aan de uitvoering, waarbij verschillende standpunten worden besproken, zoals zorgen over toestroom en kwesties als gezondheidszorg en werkgelegenheid. Minister McAndrew memoreerde de economische voordelen van vrij verkeer voor ondernemers en werkzoekenden. Na 18 jaar worden leden van de militaire politie in Suriname opnieuw getraind door de Koninklijke Marechaussee in documentencontrole met hulp van het expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten. De training is gericht op het herkennen en aanhouden van criminelen bij grenscontroles. Uit de deelnemers zullen de beste cursisten geselecteerd en opgeleid worden tot trainers om ook andere diensten te trainen. De goede samenwerking tussen Suriname en Nederland werd benadrukt en ook het belang van samenwerking in de strijd tegen identiteits- en documentenfraude werd onderstreept. ACTO-lidstaten hebben ingestemd met een strategisch actieprogramma voor het geïntegreerd beheer van waterbronnen van het Amazonegebied. Het programma zal zich richten op versterking van het institutionele kader en grensoverschrijdende watermanagementactiviteiten. Met deze aanpak benadrukken betrokken landen de noodzaak van nauwe samenwerking en duurzaamheid. Dit initiatief markeert een belangrijke stap in de bescherming van het Amazone-ecosysteem en internationale samenwerking op het gebied van watermanagement.